Goedemorgen. I need a shower. Good morning. Gedoucht. Klaar. Where's the hair? There's the hair. It's in my eye. It's in my eye. Hoi. Welkom. Hoi. Ik ben er weer. Ik zit mijn haar te kammen met mijn clip. Anyways. Ik ben er weer. Ik ben er gewoon weer. Weet je, ik kan wel praten over wat er allemaal, waarom ik zo lang niet ben geweest. Het maakt helemaal niet uit, weet je wel. We leven in het nu. En het gaat erom dat ik er nu weer ben. Oké. Okay. Jullie staan op een standaard. Oh. Oh Lord Jesus. I like this angle though. Ik heb net de badkamer schoongemaakt. Ik heb een vrije dag. Badkamer schoongemaakt. En nou wil ik het balkon schoonmaken. Want het is allemaal groene aanslag en zo. Au. Zeker op mijn kleine balkon daar. Ik heb daar een groot balkon en daar een klein balkon. En ik heb ook nog heel veel video's die ik moet bewerken voor mijn Kiwi Eats kanaal. Nee. Heb je die al gecheckt, mijn Kiwi Eats kanaal? Het gaat over hoe ik plantaardig eet en zo. Over lekker eten, over wat dat met me doet. En over de diertjes en van alles. Jongens, even serieus. Hoe gaat het met jullie? Ik heb jullie heel lang niet gezien. Ik ben gewoon benieuwd hoe het jullie gaat. Hoe het jullie gaat. Hoe het met jullie gaat. Oké, ik laat de huis zien. En dan ga ik de huis schoonmaken en de balkon schoonmaken. En dan laat ik het weer zien. Messy house. Mes. Mes. Dit was de standaard. Mes. 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 Trouwens, ik geef mezelf een uur om dit te doen. Een uur. Ik denk niet dat ik de afwas erin ga krijgen. Maar dus mijn balkon schoonmaken. Allebei de balkon schoonmaken. Mijn huiskamer opruimen en schoonmaken. De wc schoonmaken. En misschien toch de afwas. Oh nee. Ramen zemen. In een uur. Oké. Okay. I'm gonna do it. Ik zweep me de tering. Het is zo warm buiten. En dan morgen op. Ik wist dat ik het niet ging halen. Ik ben nog niet klaar. Ik heb mijn hele huiskamer opgeruimd. Nog niet gedweld. Ik heb dat balkon gedaan en ik ben nu bezig met dat balkon. Ik moet nog dweilen, ik moet de wc nog doen. En ik moet dus nog afwassen, al had ik dat niet erbij gerekend. 1, 2. Oké, klaar. Ik heb de vloer gedweld. Het is 4 uur en ik moet echt wat eten, want ik heb nog helemaal niet geluncht. En ik had heel erg zin in meloen. En for the heck of it, romaine lettuce erbij. Je hebt geen idee hoe lekker het is. Als je zin hebt in een crunchy snack... Neem gewoon zo'n grote romaine lettuce. Met echt van die grote bladen. En dit is gewoon heerlijk. Het past zo lekker bij het weer, jongens. Kijk nou, mijn leuke huisje. Oh. I cleaned my house like a boss. Het is vrijdag. Mijn homeboy zei net, zal ik straks naar jou te komen? Ik zei, helemaal goed. Dus hij komt hier rond 7 uur. Het is nu 6 uur. Dus ik ga koken. De meeste mensen laten hun hond uit. Ik laat mijn planten uit. How cute is that? Mijn planten krijgen hier dus echt nooit zon. Er komt hier nooit zon, want er is daar altijd zon. Dus heel af en toe plaats ik ze gewoon lekker op het balkon en dan kunnen ze ook wat zon krijgen. Ik weet niet wat het was, maar ik was gewoon even op mijn arm aan het voelen net. Ik heb dus heel erg psoriasis gehad. Echt over mijn arm en mijn benen heel veel kleine stukjes. Ik ga straks even een foto laten zien. Ik weet niet of ik die al eerder heb laten zien. Zak er helemaal onder, want het is voor mij heel erg met stress te maken en zo. Maar ik wist dat het ook met voeding te maken had en... Inderdaad, toen ik ben gestopt met melk. Ik ben eigenlijk echt 3 jaar geleden gestopt met melk. Niet heel bewust, dat gebeurde gewoon. Ik ben nog wel lekker ijs en yoghurt en gewoon allemaal andere zuiveldingen. Maar nu, dus sinds januari... Nou, wacht even. En toen is het dus een heel stuk minder geworden al. Dus nu denk ik 1,5 jaar echt maar een paar plekjes. Zoals je ziet hier. Die 2 daar. En ook op de andere arm en een paar op mijn been. Maar ik merk nu dat ze weg aan het gaan zijn. Dat ze zachter voelen, lichter voelen, kleiner eruit zien. Kijk, deze is nog heel klein. Hoogstwaarschijnlijk dus, omdat ik sinds januari alleen maar planten eet. En geen dierlijk voedsel meer. En ook heel veel planten. Dat is interessant. Kijk, ik ga het even laten zien. En niet schrikken, jongens. Ik heb een boek hier. Het is van 2009. Een fotoboek van mijn werk. Gingen we op een zeiltocht. Niet schrikken, mijn haar is kort en mijn haar is rood.
Oké. Look at me met mijn korte haar, rood en mijn eyeliner. Dit is 2009, toen was ik 24. Kijk. Ook dit ook, echt. Dit zie je niet goed, maar dat was dus helemaal wit, weet je wel? Van dat wittige, schubbige staf. Oh my god. Zie je, dat zag echt heel vies uit. Heel, ja. Het bladderde heel erg. Dat was dus behoorlijk erg toen. En nu heb ik er nog maar twee over, dus. Dit wordt dinner. In groepjes. Dit wordt lekker. Gewoon gebakken aardappeltjes. En dan afgekoeld. Dus het wordt koud. Een soort aardappelsalade. Hele kleine stukjes ui. En mayonaise. Maar ik ben vega, dus 100% plantaardig. Ze zeggen mayoline. 55% minder vet dan mayonaise. Ja, yeah, I don't care. Ik wil gewoon mayonaise kunnen eten. Zonder dierlijke producten, thanks. Gewoon bij de Jumbo, gewoon te koop. Dat wordt een aardappelsalade ding. Dit wordt een gewone salade. Mais, tomaat, puntpaprikaatjes, beetje bosuitje. Lekkere druifjes en gedroogde vijgen in stukjes snijden. En lekker van de Turk olijfjes met koriander en knoflook. En dan lekker dit erbij snacken. Falafel. Dit is de beste van de Jumbo. Van de Jumbo. Die van Albert Heijn vind ik niet lekker. This will become dinner in 3, 2, 1. Hoi. 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 Hi. Hoi, heel veel mensen hebben je gemist. Ja, hoe is het met Baardman? Baardman? Ja, dat vragen ze. Paardman? Paardman! Oh. Kijk wat hij heeft meegenomen voor mij. Ik hou van blauwe bloemen. Hij weet dat. Ik weet dat. En hij is de bom. En je bent ontzettend ingezoomd. Ik zie alleen je oog. Knipoog maar. Ik heb voor de dip heb ik gemaakt ketchup met een beetje chiri. Ketchup of ketchup? Ketchup. Chiri. Beetje zo in de ketchup zo, lekker. Want het is toch lekker? Want wat het is met knoflook? Ja, het is met knoflook en... En pit. Chili, knoflook, suiker, zout, water, voedingszuur. Smaak versterker. Maar even, niemand, kijk, iedereen weet dat ik een operatie heb gehad en zo. En hoe is het met jou? Even kort. Ik heb geen operatie gehad. Hij heeft geen operatie gehad. Gaat goed. Ik heb een nieuwe baan. Het ging dus eerst niet goed, hè? Gaan we vertellen dat je ontslagen bent? Hij is ontslagen. Maar niet omdat hij het slecht deed. Maar... Bezuinigingen. Nou ja. Dat soort dingen. Ja. Nee, het is goed gekomen. Ik heb supersnel een nieuwe baan gevonden. Gelukkig. Binnen? Hoe snel? Officieel van... contract afgelopen tot nieuw contract een week. Maar het gaat goed. Ik heb het naar mijn zin. De zomer komt eraan. De lente is bezig. Ik hou ervan. Het smakelijk doen. Het smakelijk. Cookie? Ponzellini? 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 Roskoekje met karamelvulling uit Gouda. Uit Gouda. Vegan. Gewoon met Albertijn. Is die karamel? Is die glans? Hier zo, is die glans? Oh, op je mond, op je mond, op je mond, op je mond. Hij gaat open. Lekker hè? Ja. En zo lekker gebakken aan de zijkant. Zo. Hmm. Wat hebben we net gekeken dan? The Following. The Following. Op Netflix met what's his face? Kevin Bacon. Kevin Bacon. Raad je hem aan? Ja. Eerste seizoen wel, tweede seizoen wat minder. Het is 10:15. Ik ga deze naar huis brengen, anders moet hij lopen. Nou, doei. 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 Slaap lekker. Doei. Geniet van je weekend. Wie moet er morgen om 8:00 beginnen? Jij. Ik heb al weekend gehad. Morgen om 8:00? Morgen om 8:00, zondag om 8:00. Such is live. Doei. Doei. Slaap lekker. Jij ook. Ik ga naar bed. Zoals ik al zei, moet ik morgen om 8:00 beginnen. Bedankt voor het kijken. Ik vond het weer leuk. Gewoon weer oldschool lekker vloggen. Maar ja, ik wil wel weten hoe het met jullie gaat nu. Nu we elkaar maanden niet gesproken hebben. Dus, question of the day. Laat in de comments achter. Van de laatste, zal ik doen vanaf oktober, je leukste herinnering
En je slechtste herinnering. Gewoon het leukste wat je hebt meegemaakt en het slechtste wat je hebt meegemaakt. Als je dat wilt delen. Lijkt me leuk in de comments. Dus ik zie je snel weer. Bedankt voor het kijken. Doei. Hoi leuke lieverd. Ik heb een nieuw kanaal. Kiwi Eats. En daar maak ik elke week ongeveer 3 video's. Waarin ik vertel hoe en waarom ik plantaardig eet.